Hans. Zeebos. Top! Riep Hans. Vos bleef staan en keek verbaasd naar Hans. Wat scheelt er? Halt! Riep Hans. Ga niet verder. Ik weet het wel, zei Gans. Je wilt me opeten? Nee hoor, zei Vos. Dat ben ik niet van plan. Jawel, zei Gans. Vossen eten ganzen. En jij bent een vos. Dat is waar, zei Vos, want hij was een vos. Maar je opeten doe ik niet. Kun je dat bewijzen? Bewijzen? Schrok Vos. Ja, bewijzen. Hoezo? Vroeg Vos. Zie je wel? Riep Hans. Je kunt het niet bewijzen. Vos keek naar Gans. Hoe kon je bewijzen dat je het niet zou doen? Kon je dat wel bewijzen? Vos dacht diep na. Hij hield daarbij zijn kop een beetje schuin. Om beter te kunnen nadenken. Dan schoven alle hersens op een hoopje naar één kant. Misschien moest hij zich gewoon omdraaien en doorlopen. Zou dat het bewijs zijn? Misschien moest hij gewoon blijven zitten. Heel lang. Maar hoe lang moest hij blijven zitten om te bewijzen dat hij Gans niet wilde opeten? Wel, zei Hans, komt er nog wat van? Het spijt me, zei de vos tenslotte. Ik kan het niet bewijzen. Wist ik wel, zei Gans. Ik wil gewoon met je praten, probeerde de vos nog. Geloof ik niet, zei Hans. Even nog bleef Vos zitten. Hij wilde nog iets zeggen. Over het weer. Over de zachte zomer. Maar hij zweeg. Na een poosje draaide hij zich om en verdween achter de heuvel. Bewijzen, dacht hij nog. Hoe iets bewijzen wat er niet is? En hij vroeg zich af of hij Hans niet beter had kunnen opeten. Dan hoefde hij niets te bewijzen. En dan had hij nu geen honger.